Hey, welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik heb vandaag mijn boosterprik gehad. Mijn arm doet wel wat pijn, maar het gaat wel. Ik heb een cadeautje gekregen van de school, van de juf, om mij te bedanken. En dat staat, kijk, dit is het. Dus voor kaars te steken. Die kat heb ik er niet bij gekregen en mijn siertjes, dus ik ben echt wel heel super blij. Straks gaan we trouwens dit maken. Voor iemand heel speciaal. En ik heb alles gekocht voor het te kunnen maken, dus ik ben eens benieuwd hoe het gaat zijn. En dit gaan we de komende week ook proberen kweken. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we proberen om tussen de kat hier te kijken. Wat heb je allemaal bij? Voorzichtig dat je niet spreekt, manneken. Ja, mama heeft van alles voor jou gekocht. Richting de spoed, want ik heb met mijn mes zwaar in mijn arm in mijn hand gezeten. Dus, en het bloed was serieus en het is nogal diep, dus gaan we dat laten verzorgen. Ik probeer jullie zo veel mogelijk mee te nemen als de batterij het toelaat. Het moet sowieso genaaid worden, dus ja. Het heet ook, het bloed hangt er aan, het moet nog genaaid worden, dus ik heb wel schrik eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Je moet meteen door naar een 4, dus dat wil dus zeggen dat het wel ja, ernstig is. En ik bibber helemaal, het doet echt heel veel pijn, dat is niet normaal. Dus ik ben meest benieuwd wat ze gaan doen, maar ze gaat sowieso naaien, zei ze. Dus dan moet er weer bij komen, hè. Echt bij komen, ik heb echt geen hoesting, maar ja, moet. Zo dom eigenlijk. Ik wil gewoon iets prikken en in plaats van dat gewoon te doen, nee, ik dat met mes. Met super syrup hub erin. Dus ja, niet slim natuurlijk, maar ja, daarvoor eet ik aan Truxel, hè. Om niet slim te zijn. Dus dit is wat er te zien valt. Mensen die gevoelig eraan zijn. Kijk. Dit is het. En dit is er aan de hand. Dus ja. Dat is dus. En ik moet nog koken straks, dus ik heb een verrassing maken, dus dat belooft. Hè. Dus niet plezant natuurlijk, maar ja, je kunt er niet te veel tegen doen. Alles wel wat pijn met te bewegen, maar het valt eigenlijk nogal, ja. Dus ik ben meteen naar hier gekomen. Ik dacht, ik ga niet twijfelen. Dus straks nog naar de spiegoloog ook nog, dus dat komt er bovenop. Dus ja, dat komt wel in orde. Dus ja. Veel kunnen niet door. Dus een beetje schrik, dus ik ga het even dicht doen. Wegens de privacy en zo. Echt. Dat doe ik geen tweede keer. Echt, ik geef het direct toe. Dat doe ik echt geen tweede keer. Dat is. Oh. Niet te doen. Ik heb het ook heel warm. Ja, ik heb nog mijn booster gehad vandaag ook nog. Dus ik ga weg naar school. Dus ja. Het zijn scherpe messen. Zeker heeft goede messen gekocht. Tante Silke heeft heel goede messen gekocht. Je kunt er gemakkelijk door geraken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus oh. Ik heb er wel wat schrik voor, maar. Ja. Ik kan niet veel doen, hè. Dan alleen maar afwachten. Ik wil ze snel komen. Ik moet zijn naar de spiegoloog, dus. Ja. Maar, dus ja. Om zijn doe je zeer, zeggen ze dan. Maar in dat geval wel, hè. En dan als ik terug ben van de spiegoloog, als ik er nog raak, dan gaan we beginnen aan de cupcakes. Dus, kijk, het is nu genaaid. Het ziet er nu zo uit. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar ja, ik kan met mijn andere hand niet zelf stellen. Ze gaan er nu een verband rond doen en binnen 5 dagen valt het helemaal uit. Dus ik heb iemand nodig die er afvast komt doen. Dus ja, maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed met mijn hand. Dus het komt wel goed en dan naar de spiegoloog kan wel op tijd zijn. Als ze op tijd een verband komen, ben ik op tijd. Dus het is niet helemaal genaaid. Dus ja, het ziet er wel goed uit dan. Die draadjes gaan er ook vanzelf uit, dus dat is wel gemakkelijk eigenlijk. Dus dat is wel positief eigenlijk, hè. Dus ja, veel valt er niet over te zeggen. Akelijk, hè. Dus ja, het koken zit er ook al niet meer in mijn pupkicks, maar. Maar ja, komt wel in orde. Dus ja, we zijn bij de kom bekwaam. We kunnen wat doen, alles via links vlog ik alles. Dus. Nee, maar ze komen dus straks. Mijn band aanleggen, dus het doet wel wat pijn. Ik heb echt wel geroepen en getierd voor de eerste prik die ze gaven, want dat is echt wel heel verneinigd. Zo'n prik,
dat wil je niet weten. Dat is echt verneinig. En dan denk je van, oké, ik ga niet roepen, maar je roept automatisch. Automatisch roept je, zo pijn doet dat. Dat is niet te doen. Echt niet. Dus, ik zo, ja, echt, ik zat tranen in mijn ogen. En, maar ja, kijk. Dat mij dit weer moest overkomen, hè. Oh, echt niet normaal. Echt niet. Maar kijk, een mens doet alleen zomaar dingen en het komt goed. Sowieso. Het is in ieder geval geen tweede keer dat je op die manier gaat doen. Sowieso niet. En nu is het wachten. Wachten, wachten, wachten. Maar het is een vrij goede kamer.